Dan gaat inderdaad die daar al in. Oh, kijk aan mensen. En als we dan dus deze nu hier neerflikkeren. Zo. En dan is nou de vraag, moet ik dus dan dit ding hier bovenop zetten? Oh my god. Ik zweer, de kijker die dit heeft achtergelaten. Je bent echt een young motherfucking legend. Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Sky Factory. We gaan vandaag weer lekker verder met Sky Factory. Heb jij er zin in? Klik natuurlijk al eens even op dat duimpje omhoog bij een nieuw abonneer. Welkom. Bedankt voor de reacties achtergelaten op de vorige video. Een aantal goede tips zijn toch weer achtergelaten. Hoewel we hebben natuurlijk in de aflevering van gisteren ook nog gekeken naar het questboekje. Waar ik ook nog kapot veel dingen in moet doen die wij nog helemaal af kunnen. Of helemaal af kunnen gaan wil ik niet zeggen. Maar waarin we nog wel heel veel dingen inderdaad moeten gaan doen. Want wat ik ook in de reacties al wel zag was dat kijkers zeiden Duffy. Je hebt nog niet eens zo heel erg veel materialen en dit en dat. Dus zo om bepaalde dingen te maken. Ik dacht dat ik al heel veel had. Maar dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. In ieder geval natuurlijk dankjewel ervoor. En dankjewel ook voor het melden waarom koppen groen is. Dat heeft te maken met oxideren. Roest om zo maar te zeggen. Nou, supermooi. Hartstikke bedankt voor het melden ervan. Weet je wat er ook weer? Zo leer je ook nog eens een keer wat bij mij. Duffy, je hebt dit geleerd van onze kijkers. verder heb ik natuurlijk gevraagd van, is er een soort van automatisch crash systeem? Terwijl wij hier gewoon even voor de grap op gaan staan. Zodat wij, even kijken, opendraaien. Zodat wij levels gaan krijgen ondertussen. En het antwoord is ja. Door IJsdraak is hij achtergelaten. En mensen, het is een... Niet heel lang verhaal, maar we gaan het toch even over hebben. Die zegt, oh ja, ik weet hoe het moet. Je hebt een Crafter 3 nodig. En daarbij een item conduit en filters van de mod Ender.io. En een loopbaan opener. Ik heb geen idee. Ik lees gewoon letterlijk wat er staat in mensen. Als je wil kan het ook lootbags maken, zodat je mobdrops in lootbags veranderen. Nou, dat is handig inderdaad. En je hebt een kist nodig. En dan moet je nu alle blokken in de volgorde gaan zetten. Daartussenin een item conduit, zodat je items kunnen vervoeren. Als je zo'n ding hebt geplaatst, dan klik je... op uiteindelijk op een ding van de kant waar het heen moet zetten met insert. Mensen, het staat letterlijk hoe het er staat. Ik lees niks geks. Het staat er gewoon echt zo. Aan de andere kant moet je extract en moet je één keer op klikken met een redstone knopje. En dan staat er tussen haakjes. By the way, het is veel uit te leggen. Ik heb geen zin meer. Dus, dankjewel voor deze fantastische reactie die erover is achtergelaten. We moeten in ieder geval dus gaan kijken voor een Crafter 3. En dat zou dan dit ding moeten zijn. En dit ding zou dan in ieder geval een automatisch systeem kunnen zijn. Als ik me niet vergis. Dus ja. We moeten gewoon even gaan kijken mensen hoe wat allemaal. Ik heb er in ieder geval vertrouwen in. We gaan eerst even de Crafter 1 maken. Want dan weten we natuurlijk al vaak al hoe en wat allemaal. Of het allemaal klopt en niet en wel en niet. Ik heb namelijk al meerdere reacties over achtergelaten. Gezien in de reacties dat ik een Crafter 3 moest maken. Dus ik heb zoiets van. Ik denk wel dat het... kan zijn. Iemand zoekt, je kan ook beter materiaal dan diamond maken. Diamond Sidium bijvoorbeeld, een emerald gear, een appel de later om wirefriends, quartz en draconium dust. Maar dat gaat nog heel lang duren voordat je het hebt. Dat bedoel ik dus. Van, er zijn dus nog heel veel dingen die ik inderdaad kan maken, maar ik ben dus eigenlijk nog helemaal niet ver. Dus we moeten daar gewoon vooral mee bezig. Wat ik dus ook denk ik verstandig is om te doen, is dat wij inderdaad gewoon, gewoon lekker door blijven gaan. Ook vooral met questen en alles erop en eraan. Want het kan wel handig zijn natuurlijk. Hier nog rechts over de koppen. Nee, dat hoef ik verder ook niet te weten. De klossetjes, ja die moet inderdaad groter. Wat ik zei met hoe ik dingen heb gesorteerd, klopt niet helemaal. Iemand zo ook nog, zet een redstone klok boven je fauchet. Dat tapje van de smelterie. En doe bij het tafeltje een ingot cast. Zo'n ding waar je vloeibaar materiaal erheen stroomt. Als je dan een hopper eronder plaatst met een kist, gaat automatisch alle ingot in de smelterie. Daarvoor zorgen dat je geen nuggets inkomen. Oh. Dat is inderdaad ook wel iets, nou, iets handigs, ja. Maar een redstone klok, wat is dat dan? Redstone klok. Dat is ook misschien nog wat Disney. Dat zorgt er zeg maar voor dat het dan automatisch doorgaat. Aha. Oké. Even kijken hoor. Als je dan een hopper eronder zet, gaat automatisch in de smelterie. Dan moet je wel voor zorgen dat er geen nuggets inkomen, anders kan het niet meer. Oké. Dat vind ik inderdaad wel een heel decent ding en ook best wel een handig idee. Goed, en mensen hadden ook dat ik een Nether Star, dat ik daar een wand mee moest maken, want die was dan zo'n beetje unbreakable en allemaal. Verder ook nog gezegd dat ik een ME Terminal moest gaan maken, want dat was in ieder geval het apparaat. Daar moest ik Dylan voor vragen, zeiden mensen. Dus in ieder geval, is dat dit en zo? Ja, ik denk dat ik hier, nou dit weet ik eigenlijk niet of dit het is. Maar ik moest in ieder geval iets met een ME Terminal, in ieder geval die opslag gebeuren. Maar goed, daar moest ik Dylan voor vragen, dus dat was waarschijnlijk te moeilijk om uit te leggen. En iemand zei hier ook nog, als te confirm, er zijn betere spullen dan diamond, alleen die kun je nog niet maken. Duimpie. Goed mensen, genoeg info nu gehad wat dat betreft. We gaan eerst even bezig met de redstone klok te maken dan maar. Omdat ik dit ding vrij easy in elkaar kan flikkeren. Deze. Deze gaan we dus eerst even nu maken.
Except any stone toppie. En dan gaan we die dus hier neerzetten. En dan met een hopper allemaal eronder. En weet ik het allemaal. En nou ja, goed. Dat doet er allemaal niet toe. Maar dat gaan we in ieder geval allemaal ervoor zorgen. En dan als dat allemaal goed komt. Dan komt het allemaal goed. En dan kunnen we gewoon alles erdoor in gaan. Uiteindelijk is dus ook het waarschijnlijke systeem. Hoe we dit allemaal kunnen samenvoegen. Allemaal automatisch. Wat ook allemaal. We zullen het allemaal wel gaan zien. Laten we eerst nu bezig gaan met het maken van een redstone klok. En vooral ook dit. Vooral lopende houden. Want. Oh my god, wat zit er nog veel spul in. Ik weet het, mensen. Ik ben ook nog bezig met, inderdaad, met de Colossal Chest allemaal. Maar ik wil zoveel dingen door elkaar gaan doen dat... Jullie kennen mij. Ik wil echt kapot voor dingen altijd door elkaar doen. Goed, we beginnen gewoon eerst hiermee. We pakken redstone, we pakken onze redstone torch. En we hebben daarvoor nodig smooth stone. Of in ieder geval smooth stone, gesmolten stone. Ondertussen denk ik ook meteen van... Ja, weet je, laten we maar meteen doorgaan. Om nog eventjes dit wel weer op te gaan vullen met dirt. Want... Ik heb waarschijnlijk toch nog wel weer een keertje weer dirt nodig. Laatst ook heb ik natuurlijk allemaal dirt gebruikt. En had ik zoiets van... Yo, ik heb fucking veel dirt. Heb je helemaal niet. Dus we doen nog gewoon even wat hier extra alvast wat van maken. En dan kunnen we zo meteen weer door. Zo simpel is het gewoon. Mocht je trouwens ondertussen leuk vinden, mensen. Klik even de duimpje omhoog aan. Ook jij, ja. Log nou maar gewoon even in op je YouTube. Klik even de duimpje omhoog aan. Als je niet hebt geabonneerd, doe ook maar eventjes gewoon. Hè? Want dan heb je dat ook weer gedaan. Kappa. Goed, wij moeten dus nu eventjes een redstone klok. Nou, dat is letterlijk zo. Oké, de redstone klok. Dan zei hij dus, moet ervoor zorgen dat er uiteindelijk een kist onder staat en een hopper. Nou, dan pakken we in eerste instantie even gewoon een standaard kist, denk ik dan maar. En dan moeten we dus eventjes hieronder, moeten wij dus eigenlijk eventjes nu zijn. Ja, dus bij de farm, maar goed, dat boeit nu niet zo heel erg veel wat dat betreft. Als we dan dit ding nu hieronder zetten, dan gaat inderdaad die daar al in. Oh, kijk aan mensen. En als we dan dus deze nu hier neerflikkeren, zo. En dan is nou de vraag, moet ik dus dan dit ding hier bovenop zetten? Oh my god, ik zweer, de kijker die dit heeft achtergelaten, je bent echt een young motherfucking legend. Oh mijn god. Nou gaat dit natuurlijk allemaal maar met ingots, dus wat dat betreft, in mijn opinie, het kan sneller. Dan wil ik natuurlijk heel even gaan testen door deze te pakken met deze te pakken. En als ik dit nu ga omwisselen, doordat ik dit ding hier neer ga zetten, ik doe dit nu zo, gaat dit ook werken daadwerkelijk? Dat gaat op zich ook werken. Hij doet het zeg maar... Oh, oké. Okay. Per tik die hij doet... Doet hij dus één... hoe moet ik het zeggen? Doet hij zeg maar... De hoeveelheid van een ingot. Aha. Maar mensen, dit is wel echt geniaal. Want als dit dan uiteindelijk dus zometeen hard wordt... Wat natuurlijk wel even tijd en moeite gaat kosten... Dan gaat het gewoon automatisch erin. En voor nu zitten er echt alleen nog maar bloks in. Dus hoeven we ons ook die... Oh, wauw. Een dikke shout-out naar de kijker die dit dus heeft achtergelaten. Want ik moet zeggen, ik vind het wel echt een geniaal idee. En hoppatee, het zit hier gewoon alweer in. Wauw, het ziet er inderdaad mensen nu misschien even raar uit dat ik hier even random een kist heb hangen natuurlijk wat dat betreft. Maar jullie begrijpen ook waarom het daar nu zit. Wil je echt allemaal kippen ronddurpen en zo? Rot eens op. Geweldig dit. Ge-freaking geweldig. Dit is helemaal voor de luie mensen hebben ze dit zeg maar ontwikkeld. Wauw. Ik zit echt eventjes te kijken. Ik denk van, what the fuck. Eigenlijk moet ik nog zo'n ding maken die gewoon daarnaast zetten. En dan daar nog even een hopper onder flikkeren. Dat doen we ook gewoon. Fuck it, joh. We doen dat gewoon. Klaar. Waarom niet? Gewoon even hoppatee. Zo. En doen we gewoon deze. There we go. En dan doen we eventjes hop. Hoppetje eronder. Hoppetje eronder. Skirappa. En dan flikkeren we deze gewoon eventjes daar zo op. En die gaat inderdaad ook automatisch erin. Dan hoeven we een redstone klokje. Oh, een redstone klokje erboven zo van. Het enige probleem natuurlijk wat het kan gaan zijn is dat we uiteindelijk eentje hebben waar dan nog een klein beetje over in zit. En dat moet trouwens volgens mij wel precies uit gaan komen. Maakt het zich helemaal niet uit. Mensen, die gaat ondertussen gewoon lekker door. Wat je dan gewoon nu op zich met de hand in eerste instantie nog wel kan doen is natuurlijk gewoon al dit soort dingen pakken. En dit gewoon zelf even tot blokken maken. En nee, dat wil ik natuurlijk uiteindelijk dus niet hebben. Want ik wil dit allemaal automatisch hebben. Maar op deze manier kan je wel gewoon dit letterlijk gewoon zo van... Hoppatee, we douwen dit erin. Wordt omgesmolten en gaat gewoon door. Echt geniaal. Wat een systeem. Prachtig. Dankjewel voor het achterlaten van dit soort dingen. Dit zijn ook weer van die dingen, mensen, dat ik denk van... Weet je, dit zijn van die handige kleine dingetjes. En waarschijnlijk kan het allemaal efficiënter. Weten we ook allemaal. Zodat met de kippenfarm kan efficiënter. Kan dit, kan dat, kan zus, kan zo. Doet er allemaal niet toe. In dit geval, dit werkt. Ik heb er zo helemaal geen omkijk naar. Ik hoef niet eens voor te doen. En dit is gewoon automatisch al. En als we natuurlijk dan heel eerlijk zijn, dan kost het ook al een stuk minder om de hele tijd dit zelf te moeten maken ervan. Want dit gaat allemaal automatisch.
Gefreaking weldig. Goed, dan gaan we dus nou eens ook nog eens even kijken naar het maken van dus de Crafter 3. Laten we eerst trouwens even snel een hamertje erbij maken. Een hamertje Tinky. Ik weet het, mensen moeten ook die Colossal Kiss gaan maken. No worries, I know. Maar ik wil ook even kijken om dus naar die Crafter 3 natuurlijk. Want dat vind ik ook wel heel erg vet om daar even naar te kijken. Hoewel, ik doe er meer verstandig aan om nu toch de Colossal Kiss te gaan maken. Maar ja, eigenwijs. Oh, eigenwijs. We gaan eerst even snel dit hier nog even weghalen. Want dit ligt hier allemaal nog van gisteren. Zo, there we go. En flikkeren we gewoon heel snel hierin. Oké. Crafter 3. Crafter. Ik denk dat dat deze dingen zijn. Dit is natuurlijk een geüpgrade versie van. Want dit is steeds een upgrade daarna. Ja, oké. We moeten beginnen met een machine frame. En dat zit eigenlijk. Een machine frame maken dus met blue dye, lapis lazuli. Oké. Nou, dat is super makkelijk om voor ons om te maken. Want we hebben dit. Ja, dat is inderdaad super makkelijk voor ons te maken. Als we weten wat we moeten hebben. Die met die. Toppie. We hebben voor mij precies alles gewoon nog net over. Zo. We zouden er twee kunnen maken. Doen we natuurlijk in eerste instantie even niet. Dan moeten we dus nu twee crafting tables hebben. En redstone toortjes. Again. Het is vandaag wel een aflevering van de redstone toortjes, zeg. Jeetje. Maar niet uit. We hebben ze gelukkig. Maar niet uit. Oh, zo. Twee van die. En dan. Wat hadden we? Hoeveel redstone toortjes hadden we nou? Ik let ook helemaal niet op twee. Oké. Ik let echt gewoon helemaal niet op wat ik allemaal nodig heb. En dan doen we dus nu zo. En dan hebben we dus nu een crafting table tier 1. En die kun je natuurlijk weer gaan upgraden naar een tier 2. En ook nog naar een tier 3. Dat is eigenlijk vrij simpel om allemaal te doen. Maar goed, dat ik deze nu neerflink. Ik ben gewoon heel veel benieuwd ernaar. Wow, no recipe. Fast, slow. Oké, fast en slow. Remember the current items in the internet. Oh, wait a second. Wacht eventjes. Als ik dus nu bijvoorbeeld, stel ik zou dit hierin doen, hè. En ik zou dit voor de rest hierin zetten. En ik zou 1 furnace. En ik. Hoe komt dan nu hier een furnace uit? Keep item every inventory slot? Nee, maar double click to edit the recipe. Nee, wacht even. Hier zit dus nu gewoon een recipes in. Maar forget to remember. Nee, maar hoe krijg ik dan nu dit eruit? Wacht, hier zit ook iets met redstone. Moet hier dan redstone in of wat dan ook? Nee. Heeft dit ding power nodig? Infused. Wat? Kip, ga weg. Als we heel eventjes op de power aansluiten hier. Heeft dat misschien zin? Oh, kijk. Ja. Oké. Dus het heeft in ieder geval power. Goed, en dan. Dus, wacht eventjes. Oh, nee. Wacht even. We gaan dit er even uithalen. Wait a second. Forget. Kan het? Oké, goed. We hebben. Dubbelklik. Nee, dit moet allemaal weg. Gewoon allemaal zo. Apply. Oké, wacht. Wait a second. Als wij dus nu. Het ligt hier allemaal een troep, mensen. Kom op, zeg. Houd het lekker allemaal bij je. Als wij dus nu. Nou, laten we beginnen gewoon met al dit gold. Oké, pak even dit gold. En dit kunnen we uiteindelijk allemaal automatisch laten gaan. Waarschijnlijk. Stel, we zouden dit hier allemaal indouwen. Dus we stoppen al dit gold hier gewoon even in. Oh, niet dat hout. Zo. En we doen dit dan nu gewoon zo. Dan krijgen we dus inderdaad één zo'n ding. En we doen die op apply. En omdat het dus power heeft, maakt hij dit automatisch. Het enige wat wij dus hoeven te doen, is constant gewoon dit er nu in te douwen. En dit is al hetgene, mensen, wat ik eigenlijk al gewoon goed genoeg vind, om zo maar te zeggen. Ik vind dit letterlijk al goed genoeg dat ik gewoon niet zelf hoef te craften. En dat meen ik oprecht. Ik vind dit geen enkel probleem. En je hebt hem dus fast, dat kost dus natuurlijk meer stroom. En je hebt dus ook nog een keer de slow modus. En daar ben ik ook wel even benieuwd naar hoe dat dan natuurlijk gaat. Want. Ja, laten we eerlijk zijn. Yo. Dit is wel echt geniaal. Ik moet alleen nog even kijken hoe dit allemaal werkt. Maar goed, we doen even forget gewoon, fuck it. Doen we dit even zo en dan doen we even apply. Oké, dit is dus de slow version ervan. Wauw. Dit is inderdaad
een apparaat is wat ik inderdaad bedoelde om zo te maken. Zo allemaal, ja, inderdaad, mensen. Dit is gewoon geen wat ik zocht. Wat we dus moeten doen, ze moeten eventjes hier een extra stroomkabeltje deze kant op laten trekken. Zouden we die in ieder geval daarmee ook nog kunnen gebruiken. Want hè, dat kunnen we hier best wel van lenen, om zo maar te zeggen. Dat is op zich helemaal geen enkel probleem. En vanuit daar kunnen we dan gewoon alweer doorgaan. Wel, hier af en toe flikkert er hier iets uit, of zo heb ik het idee. Ah. Vandaar. Aha. Oh, ik snap ook al waarom. Deze hamer heeft efficiëntie 2. En doordat hij dat heeft en dit niet snel genoeg afvoert, gaat het naar beneden. Dus dat zou betekenen dat wij hier een filter of iets op moeten gaan flikkeren. Filter. Waardoor het misschien sneller gaat of iets. Denk ik dan. Ja. In ieder geval, waarschijnlijk moet dat in dat zo'n item wat ook tussen dat in ieder geval sneller gaat. Omdat we nu zo ontiegelijk veel kool heel de tijd krijgen. Hè, vandaar dus. En alles erop en eraan. Aha. Oké, toppie. Weten we dat ook weer. Dat is heel de struggle. Ook nog eens een keertje daarmee. Maar goed, dat vind ik op dit moment totaal niet boeiend als ik heel eerlijk ben. Dat boeit me echt helemaal niks dat vol loopt. Het gaat me nu vooral erom dat we gewoon nu dit soort dingen allemaal gewoon kunnen doen. Dit hebben we gewoon automatisch nu. Het enige wat we hoeven te doen is gewoon dit eigenlijk gewoon op te blijven vullen met gold. En het gaat allemaal dit gaat bijna automatisch. Dat gaat bijna automatisch. Wauw. We kunnen morgen keihard door, mensen, met gewoon verder het hele systeem. Voor nu enorm bedankt voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, doe even allemaal dat duimpje omhoog en klikken. Als je nieuw bent, abonneer. Welkom. En mensen, tot morgen.